Er wordt afgeteld voor de samenloop van hoop, de einduitslag. Het is bijna zover als hier bekend wordt gemaakt hoeveel geld er is opgehaald. Oh, jongens, we zijn rond. 24 uur. Kees. Geweldig. Ik mag jou het woord geven. Ja, dankjewel Bettina. Ja, hier staat een heel tevreden voorzitter van de Samenloop voor Hoop. Spannend moment. Zeker, zeker. Zeker. Gaan we de vorige editie overtreffen? Ja, nou, geen idee. Ik denk het wel. U bent er maar bij gaan zitten? Ja, ik ben even bij gaan zitten, ja. Het is, kapot van de hitte? Nou, valt nog mee hoor. Ik heb ook niet heel de tijd gelopen. Een paar uurtjes. Dus dat is goed te doen. Hoe is de dag voor jullie team verlopen? Ja, heel goed. Iedereen heeft echt ontzettend goed zijn best gedaan. En volgens mij een heel mooie opbrengst ook opgehaald met de kraam. Dus supergoed. Echt superveel inzet. Heel leuk. Je kan wel voorzitter van ergens zijn, maar als je niet met heel sterk team bent, dan gaat dat nooit lukken. En dat team dat al heel een jaar lang met ons daaraan heeft gewerkt, staat hier achter ons. En geef hen allemaal een hartelijk applaus voor alles wat ze gedaan hebben. Ja, maar €0,31 hebben we in ieder geval al. En dan komt er een 3. Ja, ik bouw het ook goed op. Dan komt er een 9. En jij, is dit dat? 193.731. Wauw! Sjonge, wat een bedrag! Wat een bedrag! Voor mij is het gewoon de samenlopen. Hoe het georganiseerd is, hoe het staat. Hoe jullie met z'n allen, met duizenden mensen, iets bijdragen aan kanker. Altena, enorm bedankt. Jullie brengen de dag dichterbij dat we kanker kunnen verslaan. Dankjewel! €193.000, wat een bedrag! Helemaal top, helemaal ongelooflijk! En zit u er helemaal doorheen? Je ziet het, ik kan niet meer lopen dus. Nee echt niet. Dus. Ja, goed gedaan. Top, wow. Allemaal, hè, met z'n allen. Allemaal gelopen en €193.000, wat een bedrag mensen. Applaus hoor, wauw. Zitten jullie er doorheen? Nou, ik ben er al van gisterenmiddag 1:30, dus dat kan wel. Wow. Maar we gaan nog even door. Ja, en nu een feestje bouwen? Ja, tuurlijk. Ja, altijd. Ja, altijd. Kees, van harte gefeliciteerd. €193.711, wat een bedrag. Onvoorstelbaar, dat is zo'n mooi bedrag. We wisten dat we best goed zaten, maar dit hadden we echt niet verwacht. Nee. Geweldig mooi. De ontlading was groot, zowel bij jullie als organisatie als bij de deelnemers. De hitte, is het allemaal goed gegaan? Ja, het is allemaal goed gegaan. Nou, één klein ongelukje met de fietser en verder is alles perfect verlopen. Dus we zijn heel erg tevreden. En dan met zo'n bedrag, ja, dan moet je naar meer, hè? Ja, zeg het maar. Ja, ik weet het niet meer. Voorlopig maar eens even laten bezinken. Ja. En nu een feestje vieren? Ja, we gaan nu even nog een feestje vieren, maar er moet vanavond ook nog geruimd worden, hè? Maar dat geeft niet, dat komt helemaal goed. Samen de schouders eronder. Juist, we hebben heel de tijd gedaan, dus dat blijft dat vanavond ook wel lukken. Ja. Ben je nu geëmotioneerd door het moment van net? Ja, ik wist natuurlijk al een 30 minuten van tevoren dit bedrag. Maar ja, daar ben je wel, dat doet je in ieder geval heel wat. Moeheid speelt natuurlijk ook mee, maar zo met elkaar een jaar aan gewerkt hebt en je hebt dan dit resultaat. Ja, dat is geweldig. Ja. Dit is een voorlopig eindbedrag. Hoe gaat het verder? Wanneer maken jullie definitief de eindstand bekend? Dat duurt denk ik nog een paar weken, want je weet gewoon, er druppelt nog na. We hebben ook nog wat toezeggingen, dus dat bedrag wordt nog iets hoger. Het was een eer om het van heel dichtbij mee te maken en samen met jullie te beleven. Geweldig. Fantastisch georganiseerd. Ja, dankjewel. En ik vond het fijn dat jullie er waren. En we hebben Paas laten zien. Mooi. Ja. Die handjes in de lucht. Die handjes in de lucht. Ontlading? Ja, zeker. Lekker naar huis, in bad en naar bed. En nagenieten. Dat zeker, morgen. Ja. Het zit erop.
Ja, helaas. Ik vond het wel heel leuk om te doen. Heb je al die 24 uur meegelopen? Nou, niet alle. Niet alle. En ik hoorde bij Tief van de Nat. Dat is mooi, jongen. Hoeveel uur heb je gelopen? Nou, ik heb de kinderloop mee gedaan en net nog één rondje gelopen. En de rest heb ik bij de kassa gestaan voor een ballontocht of die auto. Wat vind je van het bedrag? Super! Het is een heel groot bedrag, dus we hebben er ook goed ons best voor gedaan. Wat een bedrag! Niet normaal, hè? Maar hebben we mooie regalen met z'n allen. Applaus voor jullie zelf. Hoeveel uren hebben jullie gelopen? 5 of 6 bij elkaar, denk ik. 5 of 6 denk ik bij elkaar. Zoiets, 6 of 7 denk ik wel. Het is waar, jongens. Het was moeilijk met de warmte natuurlijk. Hoeveel hebben jullie met jullie team opgehaald? Nou, we hebben al één feestelijk kijkje. 3750 euro plus. Dat was dan een voortraject. En daarna met de verkoop ook iets van 500-600 euro, dacht ik. Dus dat is heel goed gegaan, joh. En als er een derde editie komt van de Samenloop voor Hoop, jullie zijn er weer bij? 1000%. Uiteraard. Hoe hebben jullie de dag beleefd? Ja, lekker veel bezig geweest. 24 uur. Ja. Ik denk dat ik er 14 uur van gelopen heb. En jij ook een uurtje of 10. Ja. Geweldige prestatie. Gefeliciteerd met het eindresultaat. Dankjewel. Er is 24 uur gelopen. Er zijn honderden kilometers gefietst. De Samenloop voor Hoop Altena is zojuist afgesloten met een fantastisch bedrag. Meer dan 193.000 euro is opgehaald door bijna 1200 deelnemers. Een editie die door de KWF Kankerbestrijding geprezen werd om zijn organisatie. Een fantastisch terrein nabij Sporthal de Jager in Giessen. En een hele mooie opbrengst. Altena TV was erbij van begin tot einde. En we hebben het heel graag gedaan om u op de hoogte te brengen van dit schitterende evenement. Johnny Gold die maakt er nog even een feestje van. Wij pakken onze spullen in. Maar je ziet ons snel weer op tv en in de straten van Altena. 103.